Hallo iedereen. We gaan een plaatje beschrijven. Eerst ga ik het doen op niveau A1 en daarna op A2 niveau. Probeer het plaatje bovenaan mijn pagina te krijgen. Zo gaat het beter. Zo kan ik hier ook schrijven wat ik zeg. Dus eerst gaan we korte zinnen maken op A1 niveau en daarna ga ik de zinnen aanpassen met bijvoeglijke naamwoorden en meer van dat soort dingen en iets meer vertellen, zodat we langere zinnen krijgen en dan gaan we naar A2 niveau. Dus we gaan eerst beginnen. Ik zie, zou ik kunnen zeggen, ik zie een straat. Er zijn mensen op de straat. Ik zie een straat, er zijn mensen op de straat. Er zijn ook auto's. Er zijn, ik ga kijken hoeveel auto's. 1, 2, 2 auto's. Er zijn 2 auto's en 1 bus. Dit is een bus. 2 auto's en 1 bus. 2 mensen fietsen. 2 mensen fietsen. Een kat zit voor het raam. Een kat zit voor het raam. Een man drinkt koffie. Een man drinkt koffie. Een man drinkt koffie. Ik zie nog een kat. Hier is nog een kat. Op de straat is een kat. Op de straat is een kat. Deze auto, de kleur. We gaan kijken naar de kleur van deze auto. Deze auto is roos. Zo, we kunnen zeggen, één auto is roos. Wordt soms ook wel zo geschreven. Dus je kan allebei de vormen geschreven zien. Roos of roze. Maar we zeggen roos. In Vlaanderen toch. Deze auto is blauw en wit. De andere auto is blauw en wit. Dit wat achter in de auto staat zijn planten. Twee planten staan, want ze staan verticaal, dus staan in de auto. Dus als de planten zo plat zouden liggen, dan zouden we zeggen de planten liggen. Maar nu de planten staan. Hier is een, is het een vrouw of een man? Ik kan het niet goed zien. Laten we maar zeggen dat het een vrouw is. Een vrouw kijkt door het raam. Kijk, we hebben nu korte zinnen. Korte, duidelijke zinnen. Dit is A1 niveau. Nu gaan we naar A2 niveau. Dus ik ga de zinnen aanpassen. In plaats van ze helemaal opnieuw te typen, ga ik ze aanpassen. Dus van A1 naar A2 niveau. Dus ik zie een straat. Je zou kunnen zeggen, ik zie een drukke straat. Drukke straat, er zijn veel mensen, er zijn veel auto's. Een drukke straat. Ik zie een drukke straat. Er zijn, we kunnen gaan tellen eigenlijk, hè. Op de straat, dus niet binnen,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Hier in de auto zie ik ook nog iemand. Maar die is niet op de straat, die is in de auto. Dus die gaan we niet meetellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ik zie of er zijn 6 mensen op de straat. Er zijn 2 auto's en op de achtergrond 1 bus. Er zijn 2 auto's en op de achtergrond 1 bus. 2 mensen fietsen. Ik zou hier kunnen maken een man en een jongen. Oké. Een man en een jongen. Dan kan dit weg. Fietsen. Een man en een jongen fietsen. Een man en een jongen. Een kat zit voor het raam. Dus ik kan nu nog wel iets meer vertellen over die kat. De kat is wit. Dus dan krijgen we hier een witte kat. Zit voor het raam. En kijkt naar buiten. We kunnen daar nog iets meer over vertellen. Maar dan ga je een beetje fantasie daarbij gebruiken. De witte kat wil graag naar buiten om met de andere kat te spelen. De witte kat wil graag naar buiten om met de andere kat te spelen. Dus nu heb je een lange zin en een zin op A2-niveau. Een man drinkt koffie. Wat kunnen we nog meer zeggen over deze man? Een man zit op een stoel aan een tafeltje en drinkt, een kopje koffie. Oh, ik had koffie al staan. Zo. Ja. Een man zit op een stoel aan een tafeltje en drinkt een kopje koffie. De man kijkt. We kunnen daar nog iets over zeggen? Of we kunnen hier een zeggen. Hij kijkt naar de andere mensen op de... Of in de straat. Is iets beter. In de straat. Ja, in de straat. Op de straat, op de straat is een kat. Oké, op de straat is een oranje kat. Oranje kat. Oké, nu gaan we dat nog wel langer maken. Een oranje kat die, wat doet de kat? Ze springt. Die springt voor de auto. En dat is gevaarlijk natuurlijk. Springt met een T natuurlijk. Op de straat is een oranje kat die springt voor de auto. Dus je ziet, hier is de auto. De kat springt voor de auto. Oké, springt voor de rozen. Nu moeten we wel rozen gebruiken, want het is de auto. De roze auto. Dus op de straat is een oranje kat die springt voor de roze auto. En doordat die kat voor de auto springt, moet de auto remmen. De roze auto moet remmen voor de kat. De roze auto moet remmen voor de kat. Remmen is van ieuw, remmen. Stoppen. Hier is een man. En die man wil de straat oversteken. Zo. Een man. En de man, als ik het goed zie, heeft een baard. De man met een baard wil de straat oversteken. Kijk zo. Ja, nu kunnen we terug
al de tekst zien. Zo. Een man. Kijk, mijn plaatje staat voor de tekst hier. Ja. Een man met een baard wil de straat oversteken op het zebrapad. Je ziet, ik gebruik hier ook meer woorden dan op A1-niveau. Want natuurlijk, de woordenschat is ook al uitgebreider. Het zebrapad, dat zijn die witte strepen hier, waar mensen kunnen veilig de straat oversteken. Dus als je aan het zebrapad de straat oversteekt, dan moeten de auto's stoppen. Maar deze auto moet toch al stoppen of remmen voor de kat. Dus, en de man steekt de straat over aan het zebrapad. Dus een man met een baard wil de straat oversteken op het zebrapad. Ja. Eén auto is roze. Ja, dat hadden we hier, praten we al over die auto. Dus eigenlijk mogen we die zin weghalen. Maar het staat er dubbel in. Ik praat al eerder over de roze auto. De oranje kat springt voor de roze auto. Dus dan ga ik daarna niet meer zeggen dat de auto roos is, want dat weten we al. De andere auto is blauw en wit. Oké, ik zou hier zeggen lichtblauw. Lichtblauw en wit. Oké, twee planten staan in de auto. Twee planten staan achter in de auto. Achterin, dat wordt één woord. Twee planten staan we kunnen nog iets meer zeggen over die planten. Twee grote groene. Twee grote groene planten staan achter in de auto. En dan hadden we die vrouw die door het raam kijkt. Maar dan moet ik een beetje mijn plaatje weer naar beneden halen. Een vrouw kijkt door het raam. Hier. Oké, een vrouw kijkt door het raam van het gele huis. Laten we dat zo zeggen. Een vrouw kijkt door het raam van het gele huis. Ze kijkt naar iedereen op de straat. Oké, zo. En dan even het plaatje hier. Ja, mijn scherm is een beetje klein. Dus dit is het hele plaatje. Ik ga de zinnen nog even lezen wat ik geschreven heb. Ik zie een drukke straat. Er zijn 6 mensen op de straat. Er zijn 2 auto's en op de achtergrond 1 bus. Een man en een jongen fietsen. Een witte kat zit voor het raam en kijkt naar buiten. De witte kat wil graag naar buiten om met de andere kat te spelen. Een man zit op een stoel aan een tafeltje en drinkt een kopje koffie. Hij kijkt naar de andere mensen in de straat. Op de straat is een oranje kat die springt voor de roze auto. De roze auto moet remmen voor de kat. Een man met een baard wil de straat oversteken op het zebrapad. De andere auto is lichtblauw en wit. 2 grote groene planten staan achter in de auto. Een vrouw kijkt door het raam van het gele huis. Ze kijkt naar iedereen op de straat. Ik hoop dat dit jullie helpt. En als jullie dit op deze manier ook kunnen maken, dan hebben jullie het niveau A2. Yippie! Bedankt voor het kijken en tot in de volgende!